aardig volgelopen de koel. Lage avondzon nog. Pittoresk beeld. Fraai, authentiek stadion. De grens met Duitsland. En zij genieten toch alweer een aantal jaren van Eredivisie voetbal. Eerst onder Maurice Stijn en nu onder zijn opvolger Robert Maaskant, die toch goed begonnen is. Want zo mag je de start van VVV echt wel kwalificeren. 9 uit 7 is gewoon prima. Maar de doelstelling zal niet anders zijn dan de afgelopen jaren. Veilig spelen, het liefst zo snel mogelijk richting die grens van 34 punten. Daarna maar kijken wat er mogelijk is. Uiteraard liggen de ambities bij Heerenveen wat hoger. Al gaat het daar ook nog altijd om het terugwinnen eigenlijk van het Friese publiek. Het kritische Friese publiek. Leuk aan voetbal spelen. En dat het liefst gekoppeld aan de resultaten. De opstelling dan van VVV waar Roel Jansen terugkeert in de basisopstelling als linksback. Aan de kosten van Scheiman, Kettermol en Post zijn allemaal de controleurs op het middenveld. Daarvoor Neudekker, Lindhorst en Yeboah. Wright is de centrumspits en dat gaat ten koste van Soriano. De Italiaanse Duitser zit op de bank. Opstelling ondertussen van Heerenveen zien we voorbij komen. Ja, daar kunnen we eigenlijk kort over zijn, want het is dezelfde formatie als vorige week. Gelijk gespeeld werd tegen FC Utrecht. Blauw. VVV had eigenlijk niets te vertellen in Tilburg tegen Willem II. Verloor met 1-0. Van Bergen, nog niet veel aan de bal geweest in de openingsfase. Nu dribbelt hij vrij gemakkelijk langs Jansen. Veerman! Och, schitterend gedaan door Veerman. Fantastisch gevoetbald, want door de manier van aannemen heeft hij hem gelijk. Zo waar hij hem hebben wil. Floranus, fel, goed gedaan. Etjoeken nu wel. Nu zit hij er wel in en leidt Heerenveen met 1-0. Laat VVV zich daar aftroeven in het eigen 16 meter gebied. Hoofdrol Floranus, Etjoeken met zijn derde van het seizoen. Het is verdiend, want Heerenveen heeft vanaf de eerste seconde eigenlijk het initiatief. Een inworp, wat knullig uitverdedigen. Een gewonnen duel door Floranus, simpelweg feller. En dan Etjoeken op de goede plek. Hier is Bam, die maakt er ook een puinhoop van. Odgaard neemt hem niet lekker aan. Opvallend slap begin van de thuisploeg. De gezichtsuitdrukking van Maaskant vertelt het verhaal wel van de openingsfase van VVV. De opbouw van VVV en weer gaat dat helemaal verkeerd. Etjoeke, net 2-0. Wat rond hij dat prachtig af. Wat rond hij dat schitterend af. Natuurlijk komt er wat hulp bij kijken van de thuisploeg, want die zijn echt hopeloos aan deze wedstrijd begonnen. Maar de manier waarop Etjoeken van dit buitenkantje gebruik maakt is natuurlijk schitterend. Boom, zegt Etjoeken. Veerman, schitterend. Zet Post even te kijken. Maar dan is het eigenlijk allemaal voor niets als je de bal zo inlevert bij Yeboah. Het is een beetje een rommelige fase ook van de kant van Heerenveen dat zo sterk begon. Yeboah naar Wright. Wright met een aanname en dan de schouderduw. Nee. Strafschop. Oordeelt Gusebujuk. Dat leek me toch een correcte schouderduw. Ja, hier nou een penalty voor te geven. Makkelijk gegeven penalty door Gusebujuk. 25e minuut. VVV kan terugkomen in de wedstrijd. Wright oog in oog met Haan. En Haan pakt hem. Haan pakt hem. Ja, dan kunnen we alweer beginnen over een oude voetbalwet. Dat je dat allemaal niet zelf moet doen als je erbij betrokken bent bij zo'n strafschop. Afijn, het gaat natuurlijk ook heel vaak wel goed. Maar niet bij Wright. En de corner die erop volgt, kopt Lindhorst maar net over. Dus blijft het gezicht van Maaskant op standje onweer staan. VVV jaagt af en toe wel, doet het weinig gestructureerd.
Heerenveen is in deze fase wel extreem voorzichtig in de opbouw. Nu de lange paas richting Odgaard. Het goede moment vertrokken. Odgaard is helemaal alleen. En dan dit. Geen steun. Dus maar op deze manier. Die bal zal trouwens een meter of twee naast zijn liggen. Congolo. Van Bergen doorgelopen. Van Bergen dreigend. Is dit geen Hens? Dat leek Hens. Ja, dan is het een penalty, denk ik. Of is het erbuiten gebeurd, die Hensbal? Legt hij maar op de stipkussen, Bioek. Wat gaat hij precies doen? Het duel tussen Van Bergen en Jansen. Daar de Hensbal. Is het Hens? Ja, moeilijk te zien of hij echt de arm op de bal legt. Nee, niks van dat alles. Het is een vrije schop voor VVV. Zij komen erbij. Sinclair, gehuurd van Watford. Ooit een toptalent bij Liverpool. Maar het kwam er allemaal nog niet uit. Dat is 22, Sinclair. En dit is Soriano, Italiaanse Duitser. Die er vorig jaar oplost. Scoorde in de Poolse competitie bij Kieltje. 14 doelpunten. Reuzeler met de crosspaas naar Sinclair. Woudenberg voor zich. Kettermol. In één keer doorgespeeld. Zo komt de vaart in. Nu terugleggen. Ja, Wright stond helemaal vrij. Maar hij zegt het niet. Sinclair. Dat is de hoekschop. Haan blijft staan. Wright niet. Bal was woord. En Reuzeler wel. Hier is de grote kans van de tweede helft. Wright die wurmt zich al door de drukte. Krijgt zijn hoofd nog niet tegen de bal. Reuzeler zijn voet wel. Dan wordt hij inderdaad nog aangeraakt. Dan is het dus andermaal een hoekschop. Keer de corner van Yeboah. Die zijn niet ongevaarlijk. Kettermol van de doellijn gehaald. Slim gedaan door Kettermol. En dan staat er nog Van Berg. Veerman. Van Bergen nu vanaf de linkerkant. Heeft gewisseld. Etjoeken. Fijk. Slim balletje van Fijk. Van Bergen kiespositie. Odgaard is erop. Veerman helemaal zelf. Zou natuurlijk ook kunnen. Veerman. Kap nog een keer. Afleggen. En dan richt een andere Kiersbar. Fijk slordig. Sinclair. Sinclair. Vooraan is in de achtervolging. Klein duwtje in de rug. Vrije schop VVV. Heel veel Varanus. Yeboah. Ja. Dacht er even Haan te kunnen verrassen. Nou. Fijk. Etjoeken. Man van de avond. Etjoeken. Van Bergen. Randje buitenspel. Vlag blijft omlaag. Mitchell van Bergen. Odgaard. Odgaard zou het kunnen proberen, maar de ruimte wordt steeds kleiner en krapper voor Odgaard. En het blijft liggen terwijl Heerenveen de bal heeft. Nu kunnen we eens gaan kijken wat de schade is bij Odgaard. Zoek de drukte op, want er is nooit echt een moment dat hij kan afdrukken. En volgens krijgt hij daar de punt van de elleboog. Ja, dat is pijnlijk in zijn gezicht van Lindhorst. Die doet dat niet expres. Maar pijnlijk is het wel. Post dan maar over de as van het veld. Ook ten aanval Post, de aanvoerder. Sinclair heeft hele andere briljante ideeën. Maar wat briljant in het hoofd is. Het begon zo leuk. Het eerste kwartier van zijn ploeg was ernstig vermakelijk van Heerenveen. Maar de terugval van zowel Heerenveen als VVV wil ik zeggen. Maar VVV is eigenlijk nooit goed geweest in deze wedstrijd. Is wel heel erg drastisch geweest. Er zijn er al een heleboel die de gezellige Venloze binnenstad verkiezen. Boven de slotfase van deze wedstrijd.
Odgaard, daar komt Heerenveen. Kans om het uit te spelen met 4 tegen 3. Odgaard zelf. Odgaard, die beslist het met een strakke uithaal. Maakt hij er 3-0 van. Zijn derde van het seizoen. En dat zal hem buitengewoon goed doen na de kritiek van vorige week. Het missen van de strafschop, het missen van veel kansen in de eerste wedstrijd. Doet hij dit vol overtuiging. Odgaard, 3 punten gaan naar het noorden. Zo te zien een doelpunt met emotionele waarde voor Odgaard. Hey, de stadion stroomt leeg. Iedereen aan het bier. En Heerenveen, dat er zo nog maar een vierde keer in kan gaan prikken. Want hier is Van Rijn. Odgaard kiest positie. Van Rijn zag het en bijna karamboleert die bal binnen. Via de voet van Jansen. Sip, chagrijnig en sikkeneurig eigenlijk vanaf de eerste seconde van deze wedstrijd. Maaskant, dat heeft er voor zijn elftal geen moment in gezeten. Het begon slap. Het begon ook vooral heel veel, met heel veel fouten. Heel slordig aan deze wedstrijd. Na 13 minuten leidde Heerenveen al met 2-0 de twee goals van Ejuke. Met name het tweede doelpunt ging er natuurlijk een geweldige fout aan vooraf van de doelman Kiersbaum. En in de slotfase maakte Odgaard er dan nog 3-0 van. Het fluitconcert geldt de geel-zwarten. Want die hebben er weinig van gebakken vandaag tegen Heerenveen. Zoals gezegd, Heerenveen heeft niet eens groots gespeeld. Maar wel heel gemakkelijk gewonnen vandaag in de Kool. Hij schrijft er een bij, Odgaard, op 3 treffers nu. Ejuke, dat is de clubtopscorer van Heerenveen met 4 doelpunten. En Kiersbaum zal deze wedstrijd ongetwijfeld nog eens terug gaan kijken. En dan denken van, dat heb ik in het verleden wel eens beter gedaan. Dat is zo, dat geldt voor heel het VVV. Heerenveen wint deze wedstrijd vrij gemakkelijk door twee goals van deze man en eentje van Odgaard. Het wordt in de Kool 3 tegen 0 en daar valt niets, maar dan ook niets op af te doen.